De eindejaarsdrukte in en rondom de binnenstad is al op te merken. De strategie van de politie is daarom het verhogen van de surveillance in de binnenstad, zegt Max ter Borg, waarnemend hoofd van de Algemene Surveillance Dienst, ASD, van het resort Centrum. Hij geeft verder aan dat de politie momenteel een all-hands-on-deck-policy heeft. Zo probeert ze de criminaliteit terug te dringen. De samenleving moet namelijk het gevoel van veiligheid terugkrijgen. De inspecteur zegt verder dat het resortcentrum helpt de drukte rond het spitsuur in de binnenstad te verwerken. Ze doet dit samen met de motor- en de voetsurveillancediensten. Ik heb gemerkt van dat de Zwart-Hoberstraat weer is opengesteld. En dat maakt van dat het verkeer toch wel een beetje makkelijker zal kunnen vloeien. Nou, we zijn op scherp. Dat mag gezegd worden. We zijn op scherp en we gaan ervoor. We hebben gekozen voor onze job en we weten van dat wij de crimefighters zijn. En dat we dan alle zeilen bijeenzetten, ons uiterste best doen om dat stukje naar de gemeenschap zo dusdanig naar een dusdanig beheersbare proportie te brengen. Ter Borg gaf ook aan dat in verband met de festiviteiten rond de oudejaarsviering en de Pagara-estafette er ook extra manschappen ingezet zullen worden. Hierdoor hoopt de politie dat al deze festiviteiten op een rustige manier afgesloten worden. We zijn heel druk bezig met de organisatoren. We zitten vaak genoeg in vergadering en bespreking om alles in goede banen te leiden. Het ziet er heel goed uit. Het enige wat ik vraag is aan de mensen die komen kijken, hou je aan de regels. Want je weet het, vuurwerk heeft geen vrienden. Ja toch? Je maakt één fout en je ligt daar in het ziekenhuis. Het zij met een kapotte arm, het zij met een open, met een gebarsten arm of wat. Maar waar wij om vragen is dat men zich houdt, dat de toeschouwers zich houden aan de regels die gegeven worden door de mensen die belast zijn met de organisatie. Tot zover Max ter Borg, waarnemend hoofd van de Algemene Surveillance Dienst van het resort Centrum. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmiddag over de maatregelen die de politie van het resort Centrum zal treffen in verband met de komende feestdagen.